Perrine schrijft maandelijks een column over huidverzorging in de weekendkrant De Groene Venen. Deze keer ga ik iets vertellen over de pigmentmeting. Een goede pigmentmeting is essentieel om de juiste zonverzorging te kunnen kiezen. Het is afhankelijk van het gebied waar je naartoe gaat, maar ook reflecties zoals zon, strand, water is allemaal van belang om de juiste factor te kunnen bepalen. Ik ga laten zien hoe een pigmentmeting in zijn werk gaat. We doen dat met een speciale computer. Tevens laat ik zien of iemand pigmentschade op de huid heeft. Om een goede meting te kunnen maken hebben we een aantal gegevens van de klant nodig. Dus we gaan beginnen met het invullen van een korte analyse. Daarnaast vul ik het type van de huid in. En dat is van belang om te weten of de huid vanuit zichzelf al goed beschermd is tegen de zon. Vervolgens gaan we beginnen met een goede pigmentmeting. Ik begin met de linkerwang. Dan meet ik het pigment van de rechterwang. Dan ga ik naar de linkerarm. En ik ga vervolgens naar de rechterarm. Naar aanleiding van deze meting kan ik gaan kijken welke zonbescherming is nou van toepassing als iemand op vakantie gaat of in Nederland blijft. Stel dat ze naar Turkije op vakantie gaat en naar Italië. Dus ik geef aan dat ze minimaal 4 uur aan de zon blootgesteld wordt. De periode waarin ze er naartoe gaat is in de maand augustus. Met Istanbul in deze periode geeft de computer aan dat de huid bescherming heeft voor 2 minuten. Dat is natuurlijk extreem laag. En dat ze een zonbescherming van minimaal 50 moet doen ten opzichte van de tijd dat ze in de zon zit. Nu gaan we kijken of we zonschade in de huid kunnen zien. En dat doe ik door een foto te maken. En dan kunnen we precies zien hoeveel zonschade in de huid is. Nou, gelukkig is het bij haar niet extreem hoog. En dat is ook wel heel fijn, want ze is pas 18. Maar je ziet wel dat sommige plekjes wat meer zonschade hebben. En dat zijn de donkere plekjes die je ziet. Hoe donkerder de plekjes, hoe meer zonschade. In dit geval zou ik haar dus ook adviseren om extra aandacht aan de zijkant bij de lippen te zetten. En hier bij de bril zit. Wil jij voordat je op vakantie gaat ook zo'n advies op maat? Neem dan contact op met Instituut Perrine. Volgende maand behandelt Perrine een nieuw onderwerp.